Past echt perfect in mijn interieur. Lekker! Eens kijken wat ik zie. Heel lekker. Mm. Ik vind het echt zo'n leuk hoekje. Dan gebruik ik deze microfoon. En dan de grootste huisupdate zijn de stoelen. Good morning. Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Dat het goed met jullie gaat. Ik wil trouwens even mijn oudste deel laten zien. Oké. Dit is natuurlijk niet helemaal. Hè. Dit super mooie vestje van Nu In. En die had ik in een van de Rose Diaries had ik die besteld. Het is een duurzame brand. En ik was heel erg benieuwd naar hun spulletjes en de kwaliteit. Ik had echt al heel lang niet meer online geshopt. Daar had ik een joggingbroek besteld. Dit gebreide vestje. En nog een kooltrui. Die waren allemaal echt super nice. Echt een aanrader, by the way. Dit is geen spon of zo. Deze heb ik aan. En dan heb ik mijn thrifted broek aan. Van de episode. En dan heb ik het gesteld met deze gouden oorbellen. En dan nog met deze ringen. Ik heb deze ring trouwens van mijn vriendinnetje Jasna gekregen. Het is een roze kwarts. I love it. Dat was even mijn outfit of the day. Zo slecht weer buiten, dus ik had heel erg veel zin om een podcastaflevering op te nemen. Voor de mensen die het nog niet weten, ik heb een podcast genaamd Your Inner Glow. En het is een podcast over self-love, persoonlijke groei en eigenlijk mijn reis naar geluk. Ik kreeg ook afgelopen weken echt zoveel DM's van jullie wanneer er weer een aflevering online kwam. Ik heb een koffie, kaarsjes aan. Voor de mensen die mijn video's al langer kijken en ook bijvoorbeeld de verhuisvlogs hebben gezien, dan weet je dat hier altijd een witte microfoon stond. Dat was de Blue Yeti White. Ik raad die microfoon ook echt altijd aan. Ik was er echt super blij mee. De laatste tijd gebruik ik deze microfoon. En dit is de Blue Yeti X Blackout. Deze heb ik van Coolblue gekregen. Super nice. Ik heb hem ook al een paar keer nu gebruikt. Hij is echt top. Het is een verbeterde versie van de microfoon die ik hiervoor had. Hij is heel erg makkelijk in gebruik. En ik vind het design ook heel erg cool. Wat ik heel erg tof vind aan deze microfoon is dat je hem voor verschillende content kan gebruiken. Stel je voor je zingt, dan kan het voor zang, voor podcast, voor eventueel ASMR. Of bijvoorbeeld voor voice-overs. Als je hem dus draait, dan zie je hier. Kijk. Dan zie je hier dus patterns staan en dit laat verschillende standen zien. Deze stand gebruik ik als ik een podcast opneem. Dan worden eigenlijk alle andere geluiden, bijvoorbeeld in de kamer of buiten, worden gewoon, die hoor je gewoon niet. En het is zo ontzettend scherp. I love it. Stel je voor ik wil een interview doen, dan zet ik hem op deze stand. Of stel dat ik met meerdere wil doen en ik wil wel de hele ruimte horen, dan zet ik hem hier op. Hier staat trouwens nog veel meer informatie. Dit zit altijd bij de doos. Vooral met podcasts, voice-overs vind ik kwaliteit gewoon heel erg belangrijk. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dit was even mijn mini-review. Tijd om een podcast op te nemen. Test, test, test. Test, test, test. Hey, wat superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag wil ik het hebben over te veel in je hoofd zitten. Ik ben echt de queen of in mijn hoofd zitten. Ik heb op Instagram aan jullie gevraagd waar jullie af en toe tegenaan lopen. Oh, oh my gosh. Ik ben net klaar met het maken van content voor een aantal samenwerkingen. Echt heel erg leuk. Maar ik ben wel moe nu. Het is tijd om lekker te gaan Netflixen eventjes. Oeh, dit is fijn mensen. Ik ben net klaar met Jane the Virgin. Dat is echt geweldig. Ik ben klaar met 10%, Planqueur. Ik had gisteren The Holiday gekeken. Ik ben al klaar met Emily in Paris. Dus ik ben letterlijk opnieuw series aan het kijken omdat ik ze zo leuk vond. Ik ben wel benieuwd wat jullie Netflix recommendations zijn. Want ik heb zoveel zin om nieuwe dingen te ontdekken. Oh, ik heb trouwens ook het documentaire van Shawn Mendes gezien. Ook heel leuk. Ik vind het leukste romantische comedies en dus ook dat soort series, zeg maar. Ik heb echt zin om te snacken, maar wel gezonde snacks. Ik ga zo wel even wat amandelen of zo halen. Je n'ai pas ton numéro de téléphone, j'attends le temps. Oui, il y a des règles qu'on appelle avant. T'imagines si moi je montais sur scène pendant que tu joues et que je disais, oh moi j'ai envie de te revoir.
Ik heb sushi. Lekker! Sushi time! Ik had zoveel zin in sushi. Ik heb deze sushi achter. Kun je het een beetje zien? Het is een beetje donker, hè? Tofu zakje, nigiri iri volgens mij heet dat. En nigiri ebi. En ik heb kappamaki. Super lekker. Maar goed dat de sushi is gekomen, we zijn bijna in slaap gevallen. Als je nog gaat eten, eet smakelijk. Cheers. Soms moet je jezelf even wennen. Toko Hall. Ik heb kimchi dumplings gevonden. En ik heb deze nog nooit gezien. But I'm excited. Ik hoop echt dat het lekker is. Ik weet niet of ik dit eerder al heb laten zien, maar ik drink dus heel graag deze citroengras. Deze is echt heel erg lekker en heel gezond, as you can see. Deze thee kan onder andere helpen bij griep, koorts, slapeloosheid, gezondheid van de huid, rijk aan vitamine A en C, magnesium, zink, koper, ijzer, calcium. Dan vond ik dit. En ik hou echt ontzettend van naambrood. Het liefst zou ik het zelf willen maken, maar nu zag ik tandoori plain naan. En ja, dit kan je gewoon in de oven doen. En hier zit dus geen koriander in, als het goed is. Want in elk naambrood die ik heb gegeten zit koriander. En dat vind ik zo niet lekker. Dus dat ga ik uitproberen. Allemaal nieuwe dingen die ik ga uitproberen. Ik heb deze voor mama gekocht. En ik heb fried tofu puffs gekocht. Hier ben ik zo benieuwd naar. Hier heb ik echt zin in. Zeer geschikt voor bij wokken, bakken, bij noedels of als tussendoortje. 2 euro of zo voor zo'n zakje. Vond ik best wel duur. Dan heb ik deze red curry paste gekocht. Heel benieuwd naar ook. Deze heb ik ook nog nooit gegeten. Maar ik had heel veel zin om curry te maken. Dus. En ik denk dat ik extra kokosmelk erbij ga doen. Want volgens mij is deze een beetje heel erg pittig. Dried red chili 30%. Nou, dat valt misschien allemaal mee. Ik heb dit blik kimchi gevonden. En ik had dus kimchi gevonden van de Albert Heijn. En die is dus heel erg lekker. En ik was heel erg benieuwd of deze van de toko lekker was. Dus ik ga een soort van taste test doen. Wat zullen we vanavond eten? Gaan we voor kimchi? Gaan we voor de kimchi dumplings? Gaan we voor de tofu puffs? Ik weet het nog niet. Kijk wat ik zie. Dit zijn van die schapers. En ik hou er echt van. Ik wil het echt ook hebben. Ik heb sugo. En ik ben met mijn neighbor. Ja. Stefan. Ja. We're about to destroy this right now. Do you want to say something on the vlog? Shout out to Trinidad and Tobago. Oké, okay, enjoy your pizza. Thank you very much. Hij heeft dit nog nooit gehad. So I'm excited. It's a taste test. Let's see. No, is it that good? It's good. we zitten bij een skatepark. En we zitten hier sugo te eten, omdat we gewoon zien hadden in sugo. En ik heb hem net Mystique laten zien. What do you think about Mystique? Mystique? The shop. Like with the crystals. Oh, with the crystals. Man, it was really delightful. Nice scenery. Nice music. Nice Rauken. It's smell. A shame that you've never been there. It was a shame, right? But I've been there now, so it's no longer a shame, right? You know, it was good. I enjoyed it thoroughly. Okay. Cheers. Cheers. Nou, ik ben weer thuis. Het was echt heel erg gezellig. En ik vond het leuk om mijn buurman Mystique te laten zien en ook sugo, super lekker. Ik heb hier nog
een Nutella pizza. Echt heel lekker. Het is echt heel erg leuk om zoveel leuke buren te hebben. En hij woont hier met zijn vriendin. Laatst in de vorige vlog zag je ook al een buurvrouw, Moni. Echt heel erg leuk. I'm happy. Ik heb in Mystique alleen nog deze wieren gekocht. Dit is de geur sandal van Himalaya zout en kaars. En dan heb ik dus ook nog die face scraper of face schaper. Ik weet ook niet hoe je het noemt. Gekocht. Die gemaakt is van jade. Ik ga nu lekker dit stukje Nutella pizza opeten. Ik ben in de stad met Jasna. En we zijn aan het kijken naar dit. En dit zijn dus twee voeten. In de war van die twee voeten. Jasna zei ook al, je kan alles neerzetten. Alles hier neerzetten? Alles. Ik voeten neer. Laten we hier twee voeten zetten. Ja, maar ik wil het verhaal weten. Er is geen verhaal, het is gewoon okay. Is het een rij daar bijvoorbeeld? Nee. We gaan bubble tea halen. Bij een nieuwe bubble tea bar. Maar volgens mij is er een rij. Ik weet niet of... Oké, we zijn nu bij Tea Up. En hebben dus een bubble tea genomen. En we hebben deze genomen. I'm so excited. Me too. But I'm a bit scared. But excited. Ik hoop het. Cute plek. We hebben allebei hetzelfde genomen. Kijk hoe cute. Ja, echt lief. Nou, cheers, my friend. Zo lekker! Echt? Wow, yo! Wat een gek! Die boba is ook. Heel lekker ook. Die boba heeft ook een Oreo smaak. Ja, dat smaakt lekker, denk ik. Die black tea is toch wel een beetje bitter. En dan heb je zo bij die Oreo. Nou ja, een beetje. Ah. En dan heb je Oreo is zoet. Lekker. Ik denk dat hier melk in zit, maar je kan het ook zeggen met soja. In plaats van... Ik wist dat dus niet, dus dit is gewoon melk. En ik drink eigenlijk geen melk, maar... Ja, oh, heel lekker. Ik ga er echt vaker in. Dus en top. Heel lekker. I love it. Hoe cute. Ja, dus ik heb net een beanie gekocht. Ja, zo lekker warm. Echt cute. Maken echt zo ontzettend leuk. En ik dacht, ik ga jullie laten zien hoe ik deze oversized trui stel op bijvoorbeeld drie manieren. Dit is echt een random idee die ineens opkwam. Dus ik heb hier een paar dingetjes neergelegd. Schoenen. Ik moet nog even een tas zoeken. Welke tas? Deze is cute. Deze is cute. Deze twee tassies erbij. Tijd om reels te maken. Let's go. Ik denk dat het hier wel leuk is. Even nadenken waar ik mijn telefoon ga zetten. Om een reels te maken gebruik ik eigenlijk altijd dit telefoonstandaardje. Echt mega handig. Het is eigenlijk een soort van, hoe heet dat ook alweer? Wat toeristen vaak hebben. Zo'n ding, zo'n statiefje. Ik weet even niet hoe het heet. Ik hoop dat die leuk is geworden. Dit was de... laatste look. Ik ga hem nu editen. Heel veel zin in. Ik ben nu met mijn spulletjes aan het inpakken. Want ik ben uitgenodigd door het Court Hotel. Om daar een nachtje te gaan slapen. En mogen daar dineren. Oh my god, zo, echt zo nice. Dus ik heb mama meegevraagd en daar ben ik nu even een beetje mijn spulletjes voor aan het inpakken. Helemaal zin in. Zoals je zei was ik twee keer in de stad deze week. Eigenlijk was ik daar voor kerstshoppings. En toen vond ik uiteindelijk nog dit rokje, super cute. Ik heb mijn Dr. Martens eronder gedaan, want dat maakt het weer... stoerder. De kleuren zijn echt te cute. Dus deze. Mag ik trouwens even een momentje voor deze prachtige painting. Dit heeft Jasna gemaakt. Echt super mooi. Past echt perfect in mijn interieur. Ik kan gewoon echt niet tekenen, niet schilderen. En loop je en kijk hoe het achter staat. Zo lief. Oh, ik ben hier zo blij mee.
En ik vind dat het ook echt perfect past in deze hoek. Misschien ga ik het nog ophangen. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik doe het in een kader. Voor de mensen die mijn huisvlogs hebben gezien. Hier zat altijd een spiegel. Die hing daar zo. En wat ik dus had gedaan is de T's had ik opgeplakt. Toen had ik een touwtje aan de spiegel vastgemaakt. En het touwtje zeg maar opgehangen. Maar het blijft gewoon helemaal niet plakken. Dus ik snap het niet. Dus ik vind het echt heel erg stom. Eigenlijk snap ik ook niet waarom die niet blijft hangen. Want deze hang nu in de gang. En ik vind hem zo mooi. Ik had deze bij de kringloop gevonden voor echt 5 euro of zo. Ik vind het echt zo'n leuk hoekje. Ik doe hier gewoon mijn sleutels en zo in. Vet handig. En het ziet er ook gewoon echt nice uit, vind ik. Het enige verschil dat ik hier heb gedaan, is dat ik hier nog extra tape achter heb geplakt. Omdat deze gewoon wat zwaarder is. En ik dacht, bij die rieten is die zo licht. Dat is vast niet nodig. Nou, nu we toch bezig zijn met huisupdates, heb ik deze ook inmiddels opgehangen. Super mooi, dit heb ik van een vriendinnetje ook gekregen. Hier zit dus een licht aansluiting. Ik vond het echt te veel lampen, dus ik heb ervoor gekozen om een poster op te hangen. En kijk, ik weet niet of je het een beetje kan zien, kijk. Kijk, deze heb ik bij de Quantum gekocht. Heel handig. Dus dit hoekje is nu zo. Super mooi ook. En dan de grootste huisupdate zijn de stoelen. Nu hebben jullie misschien al in de vorige video's kleine sneak peeks daarvan gezien. Ik wilde wachten tot ik het in een Rose Diaries ging doen. Ik was eigenlijk helemaal vergeten. Heel veel van jullie vroegen ook, waar blijven je stoelen? Toen ik hier 3 maanden geleden kwam wonen, al 3 maanden geleden, had ik dus 4 stoelen bij de kringloop gekocht voor 80 euro. Echt heel nice. Alleen ja, de kleur matchte gewoon helemaal niet bij het huis. En mijn idee was ook al om ze te gaan verven. Nu heeft mama ze als verrassing dus geverfd. We hebben wel samen de verf uitgekozen. Zijn jullie klaar om de stoelen te zien? Ta-ta-ta-ta-ta. Dit zijn de stoelen. Oh, ze zijn zo mooi. Het is een beetje een crème kleur. Crème beige kleur. Ik weet niet meer welke kleur het precies is, maar hij is van Flexa. Hier kun je het beter zien. Het is dus geen wit. Het is dus een soort van zand, beige, crème-achtige kleur. Ik weet niet meer welke kleur het was. Ik was echt al zo blij met het model van de stoelen. Ik wist dat ze echt heel mooi gingen staan met de tafel. Maar dit matcht toch helemaal perfect. Het zijn een beetje dezelfde kleur als mijn tapijt. Dus dat is wel echt heel erg nice. De tafel is van Cave Home. Die is niet vintage. Dit is echt een van de items die ik niet vintage heb gekocht. Ik wil je erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Rose Diaries. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan vooral eventjes. En ik spreek jullie later.